Hoe wordt babyvoeding van overheid eigenlijk gemaakt? Ja, gewoon in een fabriek, denk ik. Ik denk dat er suikers in zitten en sowieso bewaarmiddelen. Op naar Nutritia. Het productieproces bestaat eigenlijk maar uit 6 stappen. Eerst worden de groenten zorgvuldig gekuist, dan gesneden, gestoomd, eventueel gepureerd, in het potje gedaan en verhit. Want door hoog te verhitten en vacuüm af te sluiten, blijven de ingrediënten lang bewaard, zonder conserveermiddelen.